Oh yeah, het Banjo Nieuws. Yo, Banjo Nieuws, ja. Yo, de gasten, en welkom terug bij het Banjo Nieuws. Vandaag beginnen wij met de schijnende moordzaak op Estevano. Hij is namelijk vorige maand vermoord en lang leek het alsof er geen ooggetuige was. Tot op vandaag, want er is een Mexicaan aangehouden die samen met zijn broer alles heeft zien gebeuren. Dit is de plek waar het allemaal gebeurde, waar Estevano een maand geleden om het leven kwam. Aangezien Estevano geen vrienden had, moet de begrafenis nog altijd worden geregeld. Dit komt mede omdat zelfs de familie van Estevano heeft laten weten het lichaam niet te hoeven hebben. Hij is gratis af te halen. Wij spraken met de enige ooggetuige van deze moord, cameraman Diaz, een professioneel ballonvaartexpert. See, fly, ballonvaart, see. En u heeft die jonge man gezien die zich schoot? Ah, ik was met mijn Mexicaanse broertje, Mexicano. En het was heel jammer, see, maar ook heel fijn, see. Oh, hoezo was het ook fijn dan? Ah, het had goede koffie gezet, zie. Dankjewel voor deze bijzonder intelligente bijdrage. Het is ook weer zondag, dus het is ook weer tijd voor sport. Dennis, jij hebt alle uitslagen. Jazeker, Barro, want we beginnen bij Ajax. Siktersson heeft een stevige uitslag op zijn rug. En bij het team van Go Ahead Eagles is het ook niet al te best. Daar zit het hele team onder. Ah, dankjewel Dennis voor de sportuitslagen. En wij gaan direct door naar het volgende, want er is namelijk een man in Deventer die denkt dat hij een T-Rex is. Wij zochten hem op voor een kort gesprekje. Het gaat om de 78-jarige Jan Dino. In zijn vrije tijd is hij een professioneel tentakelporno-verzamelaar en jong van geest. Overdag is hij daarentegen wel 100% zichzelf en gaat hij als T-Rex door het leven, waar hij ook gaat. De kleine armpjes van de T-Rex brengen veel problemen met zich mee, zo ook tijdens het winkelen. Hij kan bijvoorbeeld nooit iets meenemen uit de supermarkt. Hij ligt zijn leven toe in dit exclusieve interview. Nou jongens, wij zijn hier met Jan Dino, een echte T-Rex. Leuk dat je er bent. Yeah! Jan Dino, hoe voelt het nou om een T-Rex te zijn? Yeah! Echt waar? Yeah! Dat is op straat. Yeah! Nee. Yeah! En er komen mensen op je af en... Yeah! Nee. Yeah! En dat is het leven van een T-Rex? Yeah! Oh, het racisme van een T-Rex gaat dus heel ver anno 2014. Jongens, wij gaan direct door naar de studio. Jan Dino, leuk dat je er was. Yeah! En vanaf de man die denkt dat hij een T-Rex is, gaan wij direct door naar Google. Want Google heeft namelijk een bot uitgebracht op de wereldheerschappij. Thomas, als het goed is, ben jij ter plekke om mij hier meer over te vertellen. Yes, Bardo. Ik sta hier in Brazilië, waar Nederland straks de halve finale speelt tegen... Thomas. We hebben het hier niet over voetbal. We hebben het hier over Google. Oké, waarom ben ik dan in Brazilië voor het WK? Weet ik veel, Thomas. Jij hoort op de beurs te zijn. Het WK voetbal is al maanden afgelopen. Ah, dat verklaart waarom er zo weinig gevoetbald wordt nu. Thomas, weet je überhaupt iets van Google? Ja, dat is een website. Oké, weet je wat? Dankjewel Thomas voor je gulle bijdrage aan het Banjo Nieuws. Als laatste dan het weer. Dennis! Huh? Wat? Nou Dennis, wat is het weer voor de aankomende dagen? Ja, ga lekker zelf naar buiten. Dan zoek het zelf uit. Gast, hou je aan de autocue? Welke? Die van Stef? Maar dat is anders hele dure techniek, zo'n autocue. En jongens, hopelijk vonden jullie het Banjo Nieuws net zo leuk, raar en interessant als dit. Yo, maar Dennis. Nee, ik doe niks belangrijks. Nee, ik ben bij Bardo. Ja, die achterlijke idioot wil in één keer een nieuwsuitzending doen. Ja, ik weet het ook niet. Dus, dat was het Banjo Nieuws voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk als bij eindelijk een keer of waardig nieuws op de deur, Dennis! Bedankt voor het kijken. Tot snel. Banjo! Yo, wat up gasten, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie. Hopelijk vond je de Banjo Movie leuk. Geef dan vooral een blauw duimpje hier beneden, net zo blauw als deze tafel. En deel deze video met al je vrienden via Twitter en via Facebook. Je zou mij er heel erg blij mee maken. En abonneer, want elke zondag is er een nieuwe Banjo Movie op Banjo Movies. Dus bedankt voor het delen en ik check jullie later. We waren ze of niet? Ja, dat was het. Ja. Oké, cool. Dan dag ga ik, man. Bedankt voor het kijken.